Kom binnen. Pieter Vlaming. Roem van Zwaag. Welkom. Dank u. Gaat u zitten. Dank u. Wat kan ik voor je doen? Ja, ik heb u laatst gebeld om handdoek te weven en waarin verwerkt een logo. Ah, u bent van de Kempfilm. Jawel. Heeft u misschien een voorbeeld bij u? Jazeker. Een ogenblik. Alsjeblieft. Dank u. En dus de bedoeling dat dit logo ook in de badhandel komt? Jazeker. Ja, ja. Maar ik denk dat het geen probleem is, maar ik zal even iemand bellen die daar meer vanaf weet. Graag. Piet, heb je eventjes tijd om naar boven te komen? Ik heb een klant die wil een handdoek hebben met een logo. Oké, tot zo. De grondstof van onze handdoek is katoen. Katoen wordt verbouwd in warme landen als onder andere Turkije, Egypte en India. De geplukte katoen wordt verpakt in grote jute balen en verscheept naar de plaats van verwerking. Als de katoen uit de balen komt, is hij stevig in elkaar gedrukt. Hij moet worden losgemaakt. Dit noemen we duvelen. De losgewerkte katoen gaat vervolgens in de kaartmachine. Hier wordt de losse katoenvezel verwerkt tot een lont. De lont wordt ingevoerd in de kammachine, waar hij wordt gespreid en geschud, waardoor de verontreinigingen er tussenuit vallen en er tenslotte een schone lont wordt gevormd. Deze schone lont gaat naar de finisseur, waar hij op het juiste gewicht wordt gebracht. 1 meter is dan gelijk aan 1 gram. Van deze op gewicht gebrachte lont wordt nu garen gesponnen en, afhankelijk van het gebruik, op de juiste dikte en het juiste gewicht gebracht. Voor onze handdoek is 20 meter 1 gram. In de twijnmachine worden nu 2 of meer draden in elkaar gedraaid. Voor onze handdoek zijn dat er 2. Omdat het getwijnde garen voor diverse mogelijkheden wordt gebruikt, moeten we het overspoelen, in ons geval naar een verfkonen spoelen. De konen met garen gaan nu naar de ververij, waar ze een verfbad krijgen. In dit verfbad wordt onder hoge druk de verfoplossing door de konen geperst.
Na het spoelen en drogen worden de konen op de juiste plaats in het scheerrek geplaatst. Het op de juiste manier plaatsen is belangrijk, omdat hier de basis wordt gelegd voor het patroon van de handdoek. Nadat de draden over de kam zijn gehaald, zodat ze mooi recht en evenwijdig komen te liggen, worden ze op de scheertrommel gewikkeld. Dit gaat bandje voor bandje. De gekleurde draden vormen de basis van het patroon van de handdoek. Vervolgens worden alle draden van de scheertrommel op de weefboom gewikkeld. De boom is nu gereed voor het weefgetouw. Hier vormen ze de scheringdraden. Omdat op het weefgetouw reeds een andere handdoek stond, worden nu de draden voor de nieuwe handdoek aan die van de oude geknoopt. Onder ziet u de draden van de oude handdoek, boven die van de nieuwe. Met een knoopmachine worden de draden één voor één aan elkaar geknoopt. Om het juiste patroon te kunnen weven, moet het weefgetouw de juiste informatie ontvangen. Nadat eerst de informatie in een diagram is vastgelegd, wordt deze met een ponsmachine op ponskaarten overgebracht. Elke ponskaart komt overeen met 4 slagen van het weefgetouw. Al deze ponskaarten achter elkaar vormen nu het patroon van de handdoek. Na elke inslagdraad worden er andere scheringdraden gelegd. Door de ruimte die nu tussen de scheerdraden ontstaat, spronken heette, wordt nu een spoel geschoten die de inslagdraad aanbrengt. Door het steeds wisselen van de scheringdraden ontstaat nu het gewenste patroon. Na het weven worden de handdoeken losgeknipt en naar het atelier gebracht.
Na het afzomen en aanbrengen van een merkje is de handdoek klaar om afgeleverd te worden. Goedemiddag, wat kan ik voor u doen? Goedendag, de handdoeken voor de filmclub van Bladel zullen klaar zijn. Ja, dat klopt. Alsjeblieft. Fijn, hartelijk dank mevrouw. Alsjeblieft.